Ah, daar is ze. Oh, ik heb wel een heel slechte verbinding, geloof ik. Ziet ze mij goed? Ik niet. Femke Kleine uit Roermond zit al bijna een jaar in Australië. Ze werkt er als au pair en heeft nu nog vakantie voordat ze weer terugkomt. Ik heb gezeten in Melbourne, in de Bayside kant. En daar had ik de taak om op te passen op 3 kindjes. Ja. 2 meisjes en een jong. En wie is dat bevallen? Oh, heel goed. Ja, wel echt heel leuk. Ik ben heel blij dat ik de stap genomen heb en dat ik vertrokken ben naar Australië. Ja. Lian Klein uit Sittard, bijna afgestudeerd als onderwijsassistente, vertrekt binnenkort voor een jaar naar Amerika om er te werken in een gastgezin. Ik wist nog niet precies welke vervolgstudie ik wilde doen. En ja, een jaar ertussenuit leek me een goede oplossing, ook om mijn Engels te verbeteren. En ja, gewoon eventjes een tussenjaar te nemen. Nou, ik merk dat het gewoon heel populair is dat mensen een tussenjaar willen nemen. Wat een aantal jaar geleden nog niet zo hoog op het lijstje stond, maar nu toch wel. Steeds meer mensen willen voor hun studie toch een rugzakje aan ervaring hebben. En dat kan door middel van een tussenjaar te nemen. Tegenwoordig is dichtbij uit en veraf in. En dus kiezen veel jongeren voor werkervaring in Amerika en Australië. Femke Kleine uit Roermond is alweer bijna thuis. Oh, het ging snel. Ik vind het heel gek, wetende dat ik donderdag in Sydney zit. En dan als ik terug ben van Sydney, mijn laatste week gewoon al eens ingegaan. Ja, ongelooflijke meid. Ja. Zit er alweer bijna een jaar op. Waanzin. Ja, wie nog 19? Ook dat.